things go when they are lost and forgotten. In a world of forgotten objects. Apply for validation stickers here. Remember, you're not rotten, just forgotten. Two humans must find their way home. Wat een prachtige trailer. Oh. En vorige week hebben we een video review opgenomen van State of Decay 2. En toen zei Tom tegen mij dat ik uit een trailer kom. Dus dat ik me daar ook op aan moet passen. Dus dat doe ik nu. Heel letterlijk doe ik het van oh. Want net in de edit zit hiervoor een trailer. Die heb ik net gekeken. Oh, dat was die mooi, hè? Dus, wow. Adembenemend. Prachtig. Jongens, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Indie Spotlight. Vandaag gaan we het hebben, heb je al lang gezien in de titel en dus die trailer hiervoor, over Forgotten Anne. Oeh. Mm. 2D-platformer, mm-hmm. In anime-stijl. In anime-stijl, dat hebben we net gezien. Daar kwam natuurlijk uit die 2D. Ja, nou ja, mocht iemand denken van, oh, wat is het ook weer? Oh. Is die Japanse tekenstijl, ja, met anime, zo heet dat. Ja, Studio Ghibli? Ken je dat? Nee? Nee hoor, helemaal niet. Ga verder met over het spel. Oh, iedereen die net die trailer heeft gezien, dit is Studio Ghibli. Dat is een hele typische tekenstijl. Oh, je bent echt heel jong nog. Maar dat is inderdaad... eigenlijk gelijk al ingegooid. Studio Ghibli meets het Westen in Forgotten Anne. Wow, wat is een Westerse game? Ja. Door een, is het een Deense ontwikkelaar of zo? Iets Scandinavisch? Als jij het zegt, jij hebt het net ingevoerd. Ja. Dus kunnen mensen lekker doorklikken hier. Mm. Westerse game, Japanse stijl hebben we vaker gezien. Vertel eens, de game, waar gaat het over? Oké, in Forgotten Anne speel je Anne. Verrassend genoeg. En zij leeft in de wereld waar alle dingen heen gaan die wij kwijtraken. Zoals je weet al, die ene sok. Of die ene foto. Of je huiswerk. Elke plektrum. Weet je, een plektrum van de gitaar. Ja. Is ook altijd, die laat je dan vallen en is het weg. En daar gaat zij dan heen. Daar woont zij al. Zij zorgt voor al die dingen. En wanneer dus jouw sok kwijtraakt, gaat het naar die wereld toe. En dan krijgt het daar een baan, moet het daar zijn. En dan wordt het ook levend. Want dus de sokken worden daar personen? Ja. Sok, maar dan wel inderdaad een persoon. Ja, oké. Ze worden geanimeerd, zeg maar. Absoluut, ja. En dat is heel tof gedaan, inderdaad. Ja. En wat ook is, en dat is een beetje zielig, want de baas eigenlijk, slash vaderfiguur van Anne, die heeft dan ook tegen al die objecten gezegd, ja, jij hebt een baan. En als je dat voltooit, dan mag je terug naar de echte wereld. En dat willen ze allemaal heel graag. Dat willen ze allemaal, maar dat is heel... pijnlijk ergens, want ze zijn allemaal heel hoopvol. Echt binnen de eerste paar seconden kom je al een kussen tegen. Die is het kasteel aan het schoonmaken. En dan zegt hij, kijk, ik heb al één plaatje af. En als ik ze allemaal af heb, dan mag ik terug. En dat is natuurlijk echt een gigantische taak. Het is echt bijna dictatorschap wat die man daar aan het doen is. En dat is haar vader? Vaderfiguur, zo mag je het zien. Vaderfiguur. Okay. Maar ja, er zijn natuurlijk ook dan objecten, die zijn het er niet mee eens. Je denkt, ja, als wij terug willen, moeten we toch zelf willen. En niet inderdaad dat een dictator zegt... Ja, maar wie is hij om te bepalen wanneer wij terug mogen? Ja. Daarom. En dat is dan gelijk weer het hele verhaal. Want er zijn rebels die willen inderdaad hem eigenlijk weg hebben. Zodat zij niet meer onder zijn grillen daar niet meer zijn overgeleverd. Wauw, oké. Okay. Ja. En hoe... Zij is dan, denk ik, ze heet Forgotten Anne. Is zij dan ook ooit een keer in de echte wereld kwijtgegaan? Of gaan we dan in te diep in de spoilers? Het is heel, heel erg. Maar dit is eigenlijk de eerste indie waar ik het verder over het verhaal niet te veel voor heb. Oké, dat zit er echt twist. Ja, er zit een twist in. Vet. En het gaat ook heel erg diep. Wat je ook hebt, weet je, heel vaak heb je dat de slechterik is gewoon een boze man. Ja. Maar hier kom je ook langzaam achter hun verhaal en dan snap je ook waarom ze het doen. Dat je ook een beetje aan hun kant snapt, alleen de methodes misschien niet. Eens. Dus dat is inderdaad echt heel tof gedaan. En wat ik ook heel mooi vond is, je hebt zelf ook keuzes. Ja. En aan de hand van die keuze kunnen bepaalde dingen iets anders verlopen in het verhaal. En dat geeft het verhaal achteraf. Dit had anders kunnen verlopen als je andere antwoorden had gekozen. Oh, vet. Ja, het is niet een heel groot deel. Het is niet zoals Telltale dat je dat inderdaad... Ja, het is niet, Detroit Become Human laatst. Ja, nee, dat is het niet. Het is heel klein inderdaad. Want zoals ik al zei, diegene dan een tegeltje schoonmaakt, dan kan je zeggen van ja, weet je, het heeft helemaal geen zin. Of, hey, heel goed, zet hem op. Ja, je moet ook een beetje de kant kiezen. Ga je ze supporten of ga je ze bewust maken van, joh, dit is eigenlijk bullshit wat je doet. Ja, weet je, ga je net een droom crushen of... Oké. Ja, dan even de gameplay. Het is een 2D-platformer. Hoe werkt dat? Zijn het levels? Is het een beetje semi-open world-achtig? Hoe ga je daar doorheen? Het is inderdaad echt de meest basic platformer die je kent. Het is echt gewoon de Mario gameplay bijna.
En dus daar hoef je niet heel veel van te verwachten. Het zijn inderdaad eigenlijk een soort levels, maar je beweeg je door de wereld van Anne heen. En dat is echt heel mooi. Het is niet dat je inderdaad start van het level, je komt uit een dingetje en dan eind van het level, je moet een vlaggetje pakken. Ja. Dat werkt daar allemaal heel dynamisch en dat vind ik wel echt heel tof gedaan. Het was wel dat ik dacht, oh, is dit het enige? Weet je, kan ik springen, rennen en ergens aan vasthouden? Maar zij heeft een handschoen, een beetje een Thanos handschoen. Ik bedoel, Avengers 2. Yeah. En daarmee kan ze bepaalde krachten, waaronder ook de krachten die zorgen dat die objecten menselijk worden, kan ze besturen. Oh, oké. En hoe werkt dat dan precies? Dat is eigenlijk de krachtbron van het hele wereldje waar ze in zit. Dat hebben gewoon sommige objecten nodig om inderdaad de poort open te kunnen doen. Maar dat zit ze ook in de sok om het leven te maken. Dus ik kan eigenlijk voor kiezen, oké, jij sok, ik ontneem jouw levenskracht. En dan zakt het inderdaad ook in. Maar dan wordt je weer een sok. Wordt gewoon weer een sok dat op de grond ligt. Ja, dus dat, dat wordt ook weer gebruikt in de puzzels in het spel dan. Juist, precies. Het is een beetje adventure platformer puzzelachtig. Er zitten veel puzzels in. En ik denk dat dit voornamelijk weer zo'n game is waar het echt gaat om het concept van het verhaal. Het is natuurlijk een soort van, we hebben allemaal al een beetje die theorie gehad van ja, als ik die sok die je altijd kwijt bent of die plektrum die onder je bed stuitert die je nooit meer terugvindt, die moet wel naar een andere dimensie zijn gegaan, want je vindt hem echt nooit meer terug. En dat is deze game. Die maakt het gewoon werkelijkheid. Absoluut, weet je, de gameplay is tof. Hoe het eruit ziet is echt heel erg mooi. Zeker voor een indie is het bizar, maar het gaat echt heel erg om het verhaal. Maar die andere elementen zijn leuk, oké. Maar het verhaal is af en toe echt dat je denkt, een beetje scherp randje hier en daar. Oké, tof. Forgotten Anne. PC, Xbox en PlayStation geloof ik. Ook dat nog, ja. Ook dat leuk om te vermelden, want met EA die heeft het Origin project. Ja. Maar dat heeft Square Enix ook. Alleen die gooien inderdaad niet die mensen heel erg zo, kijk. Wij helpen Indies. Zij helpt eigenlijk meer op de achtergrond. Square Enix heeft uitgegeven. Tof. Square Enix Collective. En zij kiest een aantal Indies uit die zij dan helpen hogerop te komen. Dus het heeft een beetje hetzelfde effect als een Way Out. Dat je dan een indie game hebt met een grote naam eraan. Ja. Deze game is uitgegeven door Square Enix. Wat waarschijnlijk verklaart waarom die op alle drie die platformen is. Ongetwijfeld, dat is natuurlijk ook wat breder. Oké, Forgotten Anne. Vet. Is die al beschikbaar? Hij is al lang beschikbaar voor de twintigje. Twintigje, twee tientjes. Absoluut, we beleven dit onvergetelijke avontuur. Wauw, onvergetelijk. Ik snap hem. Ik know. Verneuk ik het nu, dat ik nu heel erg overdreven zeg dat ik hem snap? Nee, het is juist fijn als iemand daarna denkt, waar heeft ze het nou weer over? Nou, forgotten is Engels voor vergeten. Mm. Dus zij zegt onvergetelijk avontuur. Unforgettable adventure. Tot volgende week.